Het is heel erg diep in mij geankerd, de zin om naar buiten te gaan, naar moeilijke dingen te doen, mijn lichamelijke en mentale limieten te pushen. Je moet me niet te lang opsluiten in een ruimte of op een kantoor of binnen het huis. Als ik in het weekend thuis ben, dan eerst wil ik kijken of ik niet naar buiten kan om een rondje te fietsen ofzo. Ik ben pas rustig dan thuis als ik uitgelaten ben geweest. Je bent nooit in strijd met de natuur. Je kan nooit als mens tegen de natuur strijden. Niet zoals twee gladiatoren in een arena. Je bent meer in strijd met jezelf. Het gebeurde op een zondag met een paar aspiranten, berggidsen, vriendjes. En we gaan ijsklimmen eind november. Er was niet zoveel sneeuw, dus we dachten in plaats van skiën gaan we bevroren waterval beklimmen. Het was koud. Ja, boven zo'n bevroren waterval was een beekje met nog een beetje sneeuw op het ijs. Maar de sneeuw was zo onstabiel dat toen ik op het sneeuwveld trapte, zeg maar, is de hele sneeuwveld naar beneden gegleden. Dus ik ben gewoon met het sneeuwveld over die bevroren waterval heen gevallen. En daardoor, ja, terwijl 60, 70 meter naar beneden gedonden. Ja, ik denk de slingering tijdens de val heb ik mijn rug gebroken. Een wervel was volledig verbrijzeld. Ik ben niet gehandicapt, ik heb een handicap. Hè. Dat is een heel groot verschil. Ik zeg altijd, ik blijf gewoon dezelfde klootzak voor en na mijn ongeluk. Dat is gewoon, niks is veranderd. Alleen ja, die rolstoel die voel ik net als een grote blok beton die ik aan mijn voet moet sleuren om door het leven te gaan fysiek. Ik kan bijna alles, alleen langzamer en het is iets zwaarder. Zo is het, meer is het niet. Omdat als ik iets wil doen, ga ik het sowieso doen. Ik wist wat zeilen was, omdat ik dat veel gedaan had hier in mijn jeugd in Scheveningen. Dus ik wist wel wat de zee was, hoe leuk het was. En ja, als je een dwarslesie hebt, is toch wel de zee is toch wel iets toegankelijker dan de bergen. Zeilen is voor mij nog steeds therapeutisch in de zin dat is wat mij nu wel verder door het leven helpt. Dat geeft me ook heel veel plezier. Ik heb wel geluk en plezier. Maar het is niet dezelfde onbevangen en onvoorwaardelijk geluk wat ik had in de bergen. Ik denk het zeilen is het wel het meeste wat mij het geluk kan geven. Ik zal niet weten wat voor andere activiteit ik op die manier, op een onafhankelijk manier in de natuur kan doen. Ik verzin altijd wel om mijn doel te bereiken. Ja, over een paar maanden is het zeker een gouden plak, maar het is niet zozeer die plak wat erom gaat. Het is gewoon het werk die eromheen is om die plak te halen. Dat is wat interessant is. Je maakt een plan en die moet je uitvoeren. En je wil niet naar de hand de indruk hebben dat je niet alles aan gedaan hebt om je doel te bereiken. Maar daarna zullen heel snel andere doelen komen. Het is niet zo dat ik een Paralympische depressie zal komen. Dat kan niet bij mij. Het leven is veel te kort om niks te doen.